Ik ben zo blij met een backup save. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Final Fantasy 9. Ik ben er weer, jullie enige echte Zeep. In de vorige aflevering zijn we door de Evil Forest heen gegaan en eigenlijk zijn we daaruit ontsnapt en hebben we eindelijk het voor elkaar gekregen tot onze Rusty Leroy. Tot hij eindelijk, zeg maar, zijn nieuwe Iron Helm kan dragen. Waar ik eigenlijk heel erg blij mee ben. Er is namelijk iets fout gegaan. Het is de tweede keer dat ik het op moet nemen. De eerste keer dat ik dit heb opgenomen, toen ging er iets mis met de audiocommentaar. En daardoor moet ik het helemaal weer opnieuw gaan doen. Maar dat maakt niet uit. We hebben er heel veel zin in. Dus kom op, we gaan gewoon al hebben. Oké, dus hij kan op Brightheist een level up leren. Wat heel erg handig is. Die wil ik zeker equippen. Oh, die kost 7. Beast Killer uit. Oh, ik hou van deze muziek. Deze muziek is gewoon geweldig, jongens. Ik hou echt van deze muziek. Oké, level up, ja. Zorgt ervoor dat hij snelle levels omhoog gaat. Brightheist zorgt ervoor dat hij geen duisternis kan hebben. En voor de rest zitten we dan goed, denk ik. Dus laten we maar de Ice Cave ingaan. Poef! En niet vergeten, natuurlijk Nederlands alles te voice acten en te translaten. En zo goed mogelijk mijn best daarin te gaan doen. Want daar heb ik af en toe nog wel eens een beetje issues mee gehad. Dit zal wel de grot zijn. Ga ik wel vanuit. Ik bedoel, het is een kamer in een berg. Ook wel bekend als een grot. Zo noemen wij een grot. Weet je wel, een grot. Hé. Het ziet er koud uit. Wat is het, Tauler? Heb je ooit wel eens gehoord van de ijsgrot? Ja, is het deze plek? Laten we het gewoon de ijskever noemen. Want locaties en alles zouden we gewoon Engels noemen. Oké. Dus, ik heb er wel eens van gehoord. Het ligt dicht bij de Evil Forest. Ja, dat zien we. Ik heb er ook van gehoord. Ik bedoel, het blijkt een hele mooie cave te zijn. Helemaal omringd in ijs. Mijn opa heeft me over dit spel... Over deze plaats verteld. Hij heeft me verteld dat deze grot de meeste reizigers boven de mist uitbrengt. Bravo! Meester Taulus' opa zal wel heel erg slim zijn. Ik denk dat wij hem moeten bedanken als we hier van de mist weg zijn. Mijn opa heeft me heel erg veel geleerd, maar hij is overleden. Sorry. Maak je geen zorgen. Nou, zullen we naar binnen gaan? Wat ben ik hier harteloos, zeg? Hij vertelt net dat zijn opa is overleden. Zullen we naar binnen gaan? Jeetje, ik kan toch wel een beetje compassie tonen, zeepie. Jongen. Wat harteloos. Maar goed, hier zitten we dus eindelijk in de Ice Cavern. Oh, wat een mooie plaats. Echt deze cave eindelijk een keer te kunnen zien is beter als erover te kunnen lezen. Oh, wauw mooi. Ik vraag me af wat voor een bloem dit is. Prinses, alsjeblieft, raak niks aan. Kunnen we alsjeblieft gaan lopen? Ik bevries hier zo wat. Oké, dus er zijn die nieuwe vijanden die we dus zeg maar kunnen ontmoeten. Sowieso hier een gratis en voor niks kistje. Yay, tent. Oh ja, helemaal vergeten. Ik moet even een tent gebruiken, jongens. Oh, daar ben ik helemaal vergeten. Aangezien dat onze MP van Tauler heel erg laag is... en aangezien dat we veel battles hebben gedaan voor het farmen voor onze Leroy... heb ik dus zeg maar heel erg weinig HP en MP... en daarom is het eigenlijk best wel handig om nou een tent te gebruiken. Dat doe je door gewoon Kupo op te roepen, door een Moogle op te roepen... kun je een tent gebruiken en dan resteren wij heel eventjes... en dan hebben we weer genoeg magiepunten en noem het maar op. Dat is de punt. Oké. Kom hier anytime, Kupo! Ja, we roepen je wel wanneer we je weer nodig hebben. En nog steeds, jongens. Ik kan niet vaak genoeg zeggen hoeveel dat ik al niet van de muziek in Final Fantasy hou. Echt. Final Fantasy heeft zoveel mooie muziek. En niet alleen Final Fantasy 9. Echt, alle Final Fantasy muziek hebben heel veel mooie muziek. Ja, alle Final Fantasy's hebben mooie muziek. Dat wou ik zeggen. Dus, deze mist. Als je daar zeg maar doorheen loopt, krijg je een random encounter. En dan krijg je een best wel vervelende vijand. Maar die wil ik jullie wel heel even laten zien. Ik ben niet zo flauw. Oké, dan heb je deze gasten. Die hebben namelijk een aanval genaamd HP Switch. Waardoor dat ze hun HP swappen met jouw HP. Het makkelijkste wat je kan doen is gewoon Tauler gebruiken om dus zeg maar een fire aanval te doen. De rest gewoon aan te vallen. En dan zul je ze zo verslagen hebben. Maar ik denk dat één fire aanval al genoeg zou zijn. Weet ik niet zeker. Allebei 114. Als ze nou HP swap doen, dan zijn we de Sjaak. Oké, eentje is uitgeschakeld.
Oké, we hebben nergens geen zorgen over te maken. Gelukkig maar. Oh, hij krijgt zijn screenshotje hoor. Hij krijgt weer zijn momentje in beeld. Het is maar waar je blij mee bent. Goed. Nou. Nou, er zit hier dus zeg maar een muur. En dit is een hele spectaculaire muur, want daar kan namelijk nog iets achter zitten. Huh, wat is dit? Ik weet niet waarom dat ik in één keer zo praat. Wat een rare muur. Er moet iets achter zitten. Hé, hey, Towler. Ja? Kun je deze muur even breken met je magie? Ik kom er al aan. Jongen, ik kan ook niks zelf doen, joh. Gebruik gewoon je mesje of zo. Voem. Wow. Ik wist het. Zie je wel? Misschien zijn er meer muren van als deze. Ik reken op je, Towler. Ja, tuurlijk. Nou, in ieder geval, het leuke is dus, hier zit dus een ether in. De kistjes die we hier vinden zijn niet zo spectaculair. Ben ik al gelijk even heel open en eerlijk in. Maar je wil sommige toch wel eigenlijk hebben. En er is eigenlijk één grapje wat ik nog had beloofd wat ik zal doen. Dus random encounter komt als geroepen. Namelijk tijdens de Mario Kart afleveringen van 100 en 101... was de handdoek nogal boos geworden op de Leroy. Vanwege een red shell of zoiets, weet ik wel. Maar daarover een red shell. Dus toen heeft hij gezegd van, jongen, ik ga je gewoon de volgende keer in de Let's Play van Zelda Play 20, ga ik je gewoon aanvallen. Dus, om dat nu heel eventjes ook te doen. Ik bedoel, dan is, nee, niet eens slapen! Touder, waarom ga je nou slapen? De enigste manier om hem nou nog te kunnen doen is om hem te, zeg maar, te wekken. Garnet kan hem misschien even doen. Kijk, we kunnen ook eens... Oh, wacht. Hij laat gewoon iedereen slapen. It's so not fair! Don't worry, Towler. Ik doe het zeker. Ik bedoel, de roestbak zal aangevallen worden. Want wij zijn sowieso al geen vriendjes in het spel op dit punt. Dus, gaan het gewoon doen. Maar goed, buiten dat. Er zijn nog een groep vijanden waar ik het zeker kan doen. Gratis potion hier. Even wachten totdat de mist hier weg is. Oké. Dus we zullen die grap nog zeker doen, Towler. Dat was toen met Mario Kart. Voor de mensen die zijn kanaal niet bekend zijn met zijn kanaal. In de beschrijving staat een link naar zijn kanaal. Wij doen altijd in het weekend Mario Kart. En dat heeft de leukste momenten. Dus hier komen we weer nieuwe vijanden tegen. En voordat we gaan slapen... gaan we het nog een keer doen. Daar! Weer red shells! Objection? Nee. Nou ja, daarom heb ik ook gelijk Garnet gezegd van heel eventjes, zodat hij die grap even gelijk kan afhielen. Maar deze kun je eigenlijk heel erg makkelijk one-shotten. Omdat we in een ice cave zitten, is het dus heel erg makkelijk om de Towler te gebruiken om daar een vuurspel tegen te gebruiken. Helaas hebben we zo'n klootviool die het nogal leuk vindt om de Towler te laten slapen. Nou, die kun je dus heel makkelijk wakker krijgen door je zwakste karakter, zeg maar, met de zwakste melee aanval. Om die dus, zeg maar, een... je zwakste Garnet! Oh... Nou, ik blijf je toch meester noemen, dus hier heb je een Phoenix Down. Oh mijn god, Garnet, hoe kon je? Hoe kun jij in één keer 152 schade doen? Oh. Moet mij weer overkomen, hoor. De Stouwler heeft nu een officiële hekel gekregen aan Garnet. Ik ben er klaar mee, gewoon vuuraanval, gewoon vuuraanval. Jongen. Normaal gesproken geef je een klapje, zeg maar, een zacht tikje, zodat ze dus, zeg maar, wakker zou worden, zoals Leroy nou wakker geworden is. En Garnet, die hoort normaal gesproken maar 9 schade of zoiets te doen. Hoe komt ze in 9 keer aan 152? Dat is echt raar, maar goed. Hé, je hebt Beastkiller geleerd. Oh, dat is goed nieuws, want Beastkiller... dan kun je je nieuwe zwaard equippen. Dus, de Iron Sword met minus strike. Hartstikke handig. Goed. Nou, we hebben de grap in ieder geval gehad. Alle vijanden die we dus, zeg maar, kunnen tegenkomen, die hebben we nou ondertussen gecoverd. Dus, mochten we random encounters tegenkomen, is het dus automatisch een knip. Deze hier eventjes even pakken. Volgens mij zit een potion.
Ja, en we hebben een mist, dus even wachten tot dat hier ook weg is. Mooi. En als we dan hier gaan staan, dan kunnen we weer eventjes de Taulus een hulp roepen. Whoosh, wow, heavy. Nou, ik moet wel zeggen, gisteren heb ik namelijk een Back to the Future marathon gehouden. En was eigenlijk best wel leuk. Hey, Mace Masher, ken ik die ondertussen ook gewippen? Dat is het volgende zwaard voor Zeepie. En die kunnen we ondertussen al equippen. En zoals je dus zeg maar ziet, daar kunnen we dus Detect mee leren. En zoals je ziet, die heeft een rode kleur. Die andere die we dus zeg maar net zagen, dat was deze, die heeft een blauwe kleur. Het verschil ertussen is, een rode kleur is een magische spreuk. Die we dus zeg maar kunnen gebruiken. Ken ik hier gewoon erin lopen? Oké. En een blauwe is dus zeg maar een equipable ability. Dus zo werkt dat een beetje. Weet je wel, laten we deze eens even gebruiken om te kijken wat Detect nou eigenlijk doet. Dus we gaan eventjes Zeepie's Detect gebruiken. En daarna gebruiken we gelijk Taulus een vuuraanval. Dan zijn we gelijk klaar met deze dingen. Dus even wachten tot het balletje vol is. Doe jij maar één keer even healen. Oké, skill. Vlieg zorgt ervoor dat we weg kunnen. Gebruik hem maar op de cave-in. Die valt er al op. Ik ben benieuwd wat het doet. Wat heb jij een lelijke bakkers. Oké, nou. Jongens, kom op, mag ik nog een keer aanvallen? Links en rechts worden we helemaal geraakt, man. Detect. Oh, hey. Oh, dat laat zien hoeveel dingen dat ze hebben. Dus hij heeft een Phoenix Down en een Potion. Oké, dat doet Detect dus. Ik heb het nooit gebruikt. Maar dat is dus handig. Ik weet niet of het bij bazen werkt. Maar zo kun je dus perfect zien wat dus een vijand zeg maar vast heeft. En ik weet wat de volgende baas zeg maar vast gaat hebben, maar het is handig om dus zeg maar te gebruiken. Ik weet niet of het werkt op bazen, ga ik zeker een keer proberen. Maar ja, we hebben nou nog geen bazen, dus wat is dit? Ga ik nou bij elke muur vragen, wat is dit? Wow! Kijk, de tuiler is geweldig met zijn vuurspreuk in een ijskepen. Een elixir! Oh, dat is een enorm goede item. Elixirs die zorgen ervoor dat je dus zeg maar je HP en MP 100% gevuld zijn bij één karakter. Beetje hetzelfde als Pokémon. Zoals ik al zei, je kunt heel veel vergelijken eigenlijk met Pokémon. Oké, kistje hier, Phoenix Down. Altijd handig, want we hebben er net eentje op Taulen moeten gebruiken. Hier hebben we ook weer zo'n secret wall. It's a secret to everybody! Ik kan nog steeds niet geloven dat Garnet gewoon de Taulen heeft neergemapt. Garnet, ik heb geen zin meer om jou te beschermen. Leroy, ik vind niemand dat je Taulen meeste... Of, Leroy, wacht even. Ik vind niemand dat je Garnet moet beschermen. Waarom praat ik nog steeds? Het moet geknipt worden. Mijn excuses, dat moest geknipt worden. Ik vergat gewoon helemaal dat ik random encounter had. Leather Wrist, oh die is heel erg handig. Leather Wrist, dat kan de Taulen ervoor zorgen tot die Blizzard leert. Maar aangezien dat we even in de Ice Cavern zitten, is het heel erg belangrijk dat ik hem nu al even equip. Vanwege de extra stat buffs en Beast Killer. Wat later heel erg belangrijk gaat worden. Dus nou ja, later. Wat nu eigenlijk heel erg belangrijk gaat worden. Maar dat zullen jullie zo wel zien. Want het gebeurt gewoon in deze aflevering. Dus zeker iets wat je mee wil nemen. Ik wil niet geraakt worden door dingen. En hier is het heel erg belangrijk om eerst eventjes naar links te gaan. Omdat hier zit namelijk een secret to everybody. Wat is dit? Nou, dat is een moogle die gevangen zit in het ijs. Wow. Jij eikels, klootzakken! Oh, ik kan weer bewegen! Dankjewel, Koepo! En dan krijg je dus zeg maar een ATE. Deze wordt alleen maar unlocked als je hem dus zeg maar zou bevrijden. En het geeft een zeg maar een tutorial over de card game. Maar daar heb ik eigenlijk heel weinig zin in. Nou, elemental properties, daar heb ik nog niet echt helemaal uitgelegd. Er zijn 8 elementen. Dus zoals we al hebben gezien. Vuur, ijs, donder. Maar je hebt ook aarde, water, wind, holy en shadow. Nou, de ene elementen werken dus beter tegen andere. Zoals fire is goed tegen ijsvijanden en ondode vijanden. Oftewel zombies bijvoorbeeld. Ijs is weer heel erg goed tegen insecten, grote vijanden. En vuur- en draaktype monsters. Thunder is weer heel erg goed tegen vijanden naar het water. En zo kun je de rest eigenlijk lezen. Dus Earth is ineffective against flying monsters. Nee, goh.
Nou, water is weer goed tegen vuurmonsters. Wind is goed tegen flying monsters. Holy is goed tegen shadow monsters. En shadow is goed tegen holy monsters. Daar komt het eigenlijk praktisch op neer. Dus dat wil ik jullie heel eventjes ook nog laten zien. Ja, ik weet wat ik veel weet. Ja, ja. Honey was een eigen stem. Maar goed, nadat we jou bevrijd hebben, heb jij een brief die je wil sturen naar Kumo. Oké, nou, dan gaan wij een briefje sturen naar Kumo. Dat briefje sturen, daar wil af en toe nog wel eens een keer voor zorgen dat je Silskin kan ontmoeten. En die heeft nogal leuke deals voor je. Nou, voordat je hierin gaat, zorg ervoor dat je Zepi, Zidane, hoe dat je je karakter ook hebt genoemd, tot die 100% geheeld is. De rest maakt jammer genoeg niet uit, want het is namelijk, ja, jullie zullen het wel zien. Zorg ervoor dat hij goed geheeld is en equipped. Towler, schiet op of je blijft achterhangen. Kom eraan. Je bent gewoon zo koud. Oh nee. Plof. Was het Towler? Ben je in orde? Oh, ik heb het zo koud. Hey Roesbak. Je bent niet in orde. Of wel? Wat is mis met jullie? Hey Rusty, lopen of vliegen, kerel? Sta op! Oh, het heeft geen nut, stomme roesbak. Oh nee, Garnet, jij niet. Oh man. Worden jullie nou eens even allemaal wakker? Garnet? Ah, ze is bewusteloos. Ze is onbekoeld. Ik val slaap. Wat is dat geluid? Het kwam daar vandaan. Is daar iemand? Ik krijg het gewoon koud van die wind, jongens. Ik stond hier net echt zo van, oh, is het warm? Maar nu krijg ik het gewoon koud, want je ziet hem helemaal zo verkleumd daar naartoe lopen. Ik zo van, brrr, brrr. Waarom ben jij niet in slaap gevallen? Je zal dan dood moeten zijn. Ben jij degene die deze sneeuwstorm veroorzaakt? Dat zo klopt. Tingelingeling. Hij lijkt op een slechte versie van de Towler. Dark Towler confirmed. Slechte handel confirmed. Dus dit is Black Walt. Black Walt die gaat gelijk een extra beest oproepen. En het is een 1 tegen 2. Dus je staat helemaal in je uppie. En je moet hem dus aanvallen. En je moet winnen. Dit kan moeilijk worden. Nou, hetgene wat je dus zoveel mogelijk wil doen is... Je wil beginnen met zoveel mogelijk te stealen van de Black Walls. Je kunt Steelion niet aanvallen. Het klinkt als Pokémon Go, Steelion. Het klinkt een beetje als Pokémon, zeg ik heel eerlijk. Maar je wil dus zeg maar Black Walls. Wil je eerst 2 items stealen. Als ik me niet vergis heeft hij een Remedy. En hij heeft een Silk Shirt. En die silkshirt, ja, hij is niet zo belangrijk, maar je wilt hem zeker hebben. Dus Silion die heeft helemaal niks, omdat het een summon beest is, die is opgeroepen door die Black Walls, dus die zal niks bij zich hebben. Je wil je HP op dit moment boven de, laten we zeggen, 100 houden. Dus dan zal alles wel goed komen. Ah, verdurrie. Auw. Wij wachten. Oké, nog een keer. Aja! Ik vind het alleen maar leuk als Towler het gebruikt. Ah, verdorie, nog een toe! Waarom mag ik hier nou geen geluk bij hebben? Ik wil geluk hebben, soms. Ik doe nog één keer steal en daarna moeten we echt potions gaan gebruiken, jongens. Oh boy. Die muziek ook, hè? Jongens! Ah, ik knip wel even vooruit totdat we hem hebben, want... trouwens, nee, dit is een boss battle. Een boss battle mogen we niet vooruit knippen. Schavuit, hoe durf je het over vooruit knippen te hebben? Oei. Oké, ik gebruik even een potion en we moeten dat ding gewoon stelen. Kom op. Oh boy. Nou ja, ondertussen vult mijn transballetje wel, dus dat is wel een voordeel. Het is alleen zo jammer dat als je al gelijk... Wat ik zo jammer vind van dit spel is dat ze al gelijk zeg maar een battle ring gooien, maar dat jij in je uppie tegen een baas moet vechten. Dat vind ik eigenlijk best wel een beetje, ja, een beetje gemeen. Gemeen. Dus, we hebben de silk shirt. Nou,
Dan kunnen we hem nu dus volledig gaan aanvallen. Zorg ervoor dat je HP boven de 100 blijft. En val aan, val aan, val aan en heal. Dat is eigenlijk praktisch wat je dus wil doen. En ja, je hoorde dus zeg maar een fles op de achtergrond. Want ik moet even een slokje nemen, want vergeet niet, het is behoorlijk warm. En ik krijg een behoorlijk een koge mondband. Het is eigenlijk heel onprofessioneel om dat te doen, maar het is een RPG, jongens, kom op. Oké, nee, we komen onder de 100. Potion. Ah! Ah, dat smaakt eigenlijk best goed. Oké, mag ik een potion gebruiken? Dankjewel. Gelukkig hebben ze geen Silence of Darkness wat ze op kunnen gooien. Oh, ik haat dat beest zo erg, hè. Misschien kunnen we nou onze trance gebruiken? Even kijken. Nee, nog niet. Oké. Val hem maar aan dan. Gewoon aanvallen. Ik eerst. Oké, we zitten bijna in trance, jongens. Oké. Oh, hij was mis. Dat is nog beter. Oké, 200 HP. We zitten nog goed. Die trance die komt nou dichtbij, jongens. Gaan we trance krijgen? Nee, nog niet. Oké, Black Walls aanvallen. Hé, het is mijn beurt. Jij cheater. Ja, nou komen we in trance. Oh, dan had ik een dubbele aanval kunnen doen. Ja, maar nou is mijn vraag. Heb ik al genoeg? Tyrion, vermoord hem voor mij. Want het probleem is namelijk, als ik hem nou aangevallen, gaat hij een dubbele aanval doen. Dus ik denk dat ik eerst een potion op mijn eigen moet gaan gooien. En zoals je ziet, we hebben maar een bepaald aantal beurten tot we dus zeg maar deze kracht bij ons hebben. Dus, oké, we kunnen maar één superaanval doen. Wel, here goes nothing. Met Make Master hebben we iets nieuws geleerd. Want we hebben dus zeg maar die één hebben we al gezien. De Free Energy, maar nu kunnen we Tidal Flame. Boom. En hij verandert gelijk naar rood. Wat dat blauwe bolletje wat je net in het midden ziet is nou rood geworden. Dat zegt dat hij dus al bijna dood is, maar dat hij nou dus heel erg gevaarlijk is geworden. Dus ik ben wel blij dat we een sterke aanval konden doen. Tsunami! Ouchies! Ah, gelukkig deed hij niet zoveel schade. Maar ja, het zorgt er wel voor dat hij dus twee keer achter elkaar kan aanvallen. Wat eigenlijk heel erg flame is. In een Ice Caper. Maar ja, één klap was nog genoeg. En we hebben hem verslagen. En we hebben gewonnen! Yay! Pa-da-da-pa-da. Ik ben blij, want ik heb gewonnen. Na-na-na-na-na-na. Oké, we krijgen dus alleen maar ability points van baas. Wat ik echt een nadeel vind van Final Fantasy 9. In andere Final Fantasies krijg je dus ook gewoon experience. Tot je levels omhoog gaat. Je hebt alleen nummer 1 verslagen, maar nummer 2 en nummer 3 zullen de prinses opvangen. Wie is daar? Ach, het zal wel. Ik zal even kijken of het met hun allemaal wel goed is. Ik haat hem. Haten zullen wij hem. Maar ja, in andere Final Fantasies krijg je dus zeg maar wel experience van bosses en in deze Final Fantasy niet. En dat vind ik eigenlijk best wel jammer. Zeepie! Ja, hoi. Hey, alles goed met jullie? Alles kids? Hoe gaat het ermee? Jij! Wat is er gebeurd? Het was niks groots of zo. Je bent iets achter aan het houden, of niet? Hé, hey, niks is gebeurd. Je hebt me gehoord. Jij, je hebt de prinses nog niet aangeraakt, of wel? Waar beschuldig je me nou weer van? Leroy, als hij zegt dat er niks is gebeurd, dan is er niks gebeurd. Waarom ben je zo brutaal? Het spijt me, prinses. Nou, ik ben blij dat iedereen veilig is. Zullen we doorlopen? CP, is er iets aan de hand? Nee, er is niks. Ik ga ze niet ongerust maken hoor. Ik bedoel, waarom zou je ze ongerust willen maken? Nou, daar beneden zit verder dus eigenlijk niks. En op dit punt wil je eigenlijk dus zeg maar de leather wrist. Die wil je eigenlijk dus zeg maar geven aan Handdoek. Want dan kan die Blizzard leren. Eigenlijk best wel komisch dat je dat zeg maar hem kan laten leren in een ijsgrot. Dus maar goed, je wil je dan omhoog gaan klimmen. Met een random encounter.
Oké, nou, met dat out of the way te hebben gehad, kunnen we dus nou verder klimmen. Heel eventjes over de flee-ability van Zeepie. De flee-ability die zorgt ervoor dat als Zeepie aan de beurt is, dat hij dus zeg maar gelijk automatisch kan wegrennen van een battle. Als je zeg maar de L1 en R1 knop ingedrukt houdt, dan ren je automatisch weg. En dan heb je op geluk kans dat je dus zeg maar weg zou kunnen rennen. Maar goed, cutscene. Ah, we zijn eindelijk van de mist af. Oh, de zon voelt zo prettig. Hé, kijk, er is een dorpje. Ik denk dat ik daar al eerder ben geweest. Het klinkt alsof dat je overal bent geweest, Zeepie. De andere werelden die ik heb, bezocht, waren alleen maar in boeken. Jij mag misschien wel bij die village zijn geweest, maar ik wil er ook naartoe. Laten we even daar gaan kijken. Hé, wacht even. Oh, stop. Je bent een prinses. Je kunt niet overal gewoon binnenstormen en verwachten dat er niks aan de hand is. Mensen zijn op zoek naar jou. Je hebt een nieuwe identiteit nodig. Jij vuilak! De prinses hoeft niet rond te sluipen als een dief. Trouwens, we gaan terug naar het kasteel. Later met rust. Oh, wacht. Waarom gebruik ik in één keer de darkstem? Het is Leroy. Ik bedoel, het is een roesbak. En vanaf nu af aan zal jij haar aanspreken als prinses. Jij kleine worm. Verdorie, roesbak. Waarom hou jij gewoon niet je kop dicht? Serieus, wie denk je wel niet wie je bent? Ik neem geen bevelen op van een of andere roestbak als jij. Die gasten. Stop het, jullie twee. Objection. Leroy, ik ben niet van plan om terug te gaan naar het kasteel. En ik zie Zeep's punt ook wel. Ik moet een nieuwe naam hebben. Zeepie, hoe heet de ding? Dat is een dagger. Alle mesjes van die lengte zijn ongeveer, zeg maar, dat noemen we daggers. En kleine zwaarden, die zijn een stuk groter. Oké, ik begrijp het al. Oh. Dus dit heet een dagger. Prinses, wees voorzichtig. Alsjeblieft, het is een wapen. Oké, ik heb besloten. Vanaf nu is mijn naam. Nou, ze zou dan automatisch op dagger terechtkomen, omdat ze toevallig een dagger vast heeft. Maar aangezien dat ik Zelda player ben en we pas geleden nog een Zelda game hebben gedaan, dacht ik dus om deze karakter, aangezien dat ik nog niet echt een crewmember daar naartoe kon vernoemen, dat ik deze dus zeg maar Zelda zou gaan noemen. Dus bij deze is Garnet nu bekend als Zelda. Dus here we go. Confirm. I will be called... Begin gelijk met die Zelda-stem, jongens. Mijn excuses. Vanaf nu heet ik Zelda. Wat denk je, Zeepie? Als dat oké is met jou. Oké, Zelda. Nou, laten we werken aan jouw manier van praten. Ik bedoel, je moet een beetje meer gewoon normaal boers klinken, zoals ik. Ik zal het proberen. Nee. Wat zou de Taulen zeggen? Zeg gewoon... Oké, dan, beste mensen van de Taule Gaming. Nee, zeg maar gewoon okidoki. Okidoki. Hier, zie je, je snapt het al. Gaat al goed, gaat goed komen. Nou, laten we gaan. La 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 la. Oké. Dus we zijn naar de ijskever en eindelijk doorgekomen. En we zijn dus uit de mist, wat we dus... nu heel goed kunnen zien. Dus daar hebben we de mist, zeg maar. En we zitten nou boven de mist, waardoor dat we dus vrijuit rond kunnen lopen. Maar er zullen nou geen vijanden meer bij ons komen. Maar in de volgende aflevering gaan we dus richting de village genaamd Dali. Dus dan hoop ik jullie allemaal te zien. Ik dank jullie voor het kijken. Heb je nog vragen over deze aflevering? Of een leukste momentje? Laat het weten in de reacties als je daar tijd voor hebt. Laat een like achter als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. En ik hoop jullie morgen allemaal te zien bij de volgende aflevering. Want dan gaan we meer exploren. Meer vrijheid, meer wapens, meer uitrusting, meer krachten. En meer natuurlijk de Towler, Zeepie en Leroy. En Zelda in dit geval. Maar dat komt wel goed. Ik zie jullie morgen, hopelijk. Bedankt voor het kijken, jongens. Doei!